Ik woon zelf in Amersfoort, in de wijk Vathorst. En daar woon ik nu iets meer dan een jaar. En als ik dan door Amersfoort fiets, zeker als ik hier zo de Koppelpoort langs fiets, dan denk ik wel van, nou, het is echt wel gewoon een mooie stap. Ik ben functioneel en gegevensbeheerder van de Geo-applicaties. Mijn team bestaat uit 7 personen nu. Dan ben ik de enige vrouw en het zijn dus 6 mannen. En we hebben ook nog een vacature open, dus we willen eigenlijk met z'n achter zijn. Wij maken kaarten, ontsluiten data eigenlijk voor binnen en voor buiten de gemeente. Dus we hebben ook een mooie website, amersfoortinbeeld.nl. En daar kunnen burgers ook informatie vinden. Dus voorbeelden zijn bijvoorbeeld gehandicapte parkeerplaatsen. Eigenlijk elke dag ben ik wel met veel verschillende applicaties bezig. Soms dan wordt het echt ingetekend door onze landmeters of onze kattekenaar. En dat kan ik dan vervolgens weer gebruiken om daar een mooie kaart van te maken. Om hem ook voor of burgers of andere collega's beschikbaar te stellen. Voordat ik bij de gemeente Amersfoort kwam werken, werkte ik bij Vicrea. En dat is een softwareleverancier voor ruimtelijke gegevens. Ik wilde eigenlijk mij gewoon weer verder ontwikkelen. En toen leek het me gewoon heel interessant om ook eens die andere kant te zien van de gemeentewereld, hoe het daar dan echt werkt. En ja, deze vacature kwam toen langs en het was mooi dicht bij huis, dus dat was een win-win situatie. Ik ben eigenlijk vanaf kinds af aan al gek geweest met kaarten. Dus als we dan op wintersport gingen bijvoorbeeld, dan zat ik in de auto al met de kaart op schoot om te kijken waar we waren en hoe we dan moesten rijden bijvoorbeeld. En nu doe ik ook aan geocaching. Dus dat is ook een soort speurtocht, maar dan op de kaart. Dus je hebt dan een mobiele telefoon en daar kan je dus aan de hand van GPS bepaalde soort van schatten kan je dan zoeken. Ik vind de gemeente Amersfoort heeft mij vanaf het begin af aan al best wel veel vrijheid gegeven en ook verantwoordelijkheid. Toen ik 3 maanden in dienst was, is mij gevraagd om coördinator te worden van het cluster, samen met een andere collega. Dus nou ja, daar spreekt wel een soort van waardering en vertrouwen uit. Ja, bij de gemeente Amersfoort krijg ik de mogelijkheid om heel flexibel tijd en plaats onafhankelijk te werken. Dus wat dat betreft is het voor mij echt de perfecte baan.